Mooi, hè? Vangt hij nog wel eens wat, een muis of vogels of niet? Ik denk het wel. Ja? Ja. Hoe is de eetlust? Ja, goed. Hij eet de hele dag door. Ja. Mooi zo. Nou. Hij heeft heel snel last van zijn oortjes. Ja, ik zie het. Het is nu ook een beetje ontstoken. Ik zie wat korstjes erin. Oh ja. Ja? Ja. Nou, we gaan eventjes in zijn oor kijken. Beide oren zijn inderdaad ontstoken. Ik zie geen mijten lopen. Echt een soort bacteriële oorontsteking, voor zover ik het kan zien. Daar gaan we zo even een zalf voor voorschrijven. Okay. Ik zal u even voordoen. Op dit moment is zijn gehoorgang niet zo mooi open en wijd, maar ziet het er meer zo uit, waarbij het helemaal rood en ontstoken is. Dus we moeten wel voorzichtig met het tuutje naar binnen gaan. Ja. Even één pompje. En dan zie je al dat het er een beetje uitkomt. Ja? Ja. Je hoeft het vooral niet in te wrijven. Het zijn een soort schaafwondjes natuurlijk in die oren. Het zijn ontstoken. Ja. Het blijft wel in. En als je dan er heel hard op gaat zitten duwen, dan doet het alleen nog maar meer pijn voor het dier. Dus we doen er zelf erin en dan wrijven het heel zachtjes eigenlijk. Ja, eigenlijk hoeft het niet eens in te wrijven. Het zakt er vanzelf in, de diepte in. We gaan hem ook nog even vaccineren. Dus we gaan hem nu zijn enting geven. En dan houden we in de computer precies bij wat hij moet hebben. En waar ga je hem nu voor inenten? Hij krijgt een injectie tegen kattenziekte en tegen nieziekte. Dat zijn virussen die eigenlijk jonge katten, maar ook volwassen katten behoorlijk kunnen beïnvloeden. Wat fijn, hè, dat het zo opgelost kan worden. Ja, vlot te doen. Hij lijkt het hier goed toe te laten. Ja, inderdaad. Heel chill.